Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Ik ben er weer. Ja, ik weet het. Ik heb die de laatste tijd niet echt veel meer gebruikt. Ik ben er weer grap, maar... Goed, we zijn achter die deur gekomen. En hier zit dus een nieuwe vijand die we eigenlijk nog niet gezien hebben. Deze is nogal vervelend. Ik dacht dat deze een Master Rope heet of zo, in plaats van een Wiz Rope. In plaats van vuurballen te schieten, summt hij vijanden. En hem wil je dus zo snel mogelijk eigenlijk uitschakelen. Waar ben je? Ah, daar ben je nou. Oh. Nee. Oh, hij heeft het. Auw! Ik wou mijn Iron Boots niet gebruiken. Waar ben je? Nee, dat was hij niet. Waar ben je nou? Oh, daar ben je. Hij kan heel erg vervelend zijn, dan moet ik jullie wel voor waarschuwen, dus Waar is hij nou? Ik word een beetje moe van jullie! Ga weg! Oké, moet ik heel eventjes op de vuur kijken of zo. Oké, dan staat hij daar. Vuurpijlen doen eigenlijk best wel... hij heeft een nieuwe vijanden kunnen spawnen, hoor. Hij blijft dus zeg maar vijanden spawnen. Hem wil je echt zo snel mogelijk dood hebben. Totdat de... Oké, ik hoop dat ik hem... Nou gaat hij weer vuurballen schieten. Ah, hij staat boven. Ja. Het nadeel is dat je dus zeg maar niet goed op beesten kan lokken op het moment... Tot hij dus... Waar is hij? Daar. Oké, ik heb hem nog steeds niet. Kom op. Ja. Oké, hij is verslagen. Dat was eventjes de main. Dan moeten we alleen nog maar eventjes de andere vijanden verslaan. Dan weten we in ieder geval zeker dat er dus zeg maar geen nieuwe vijanden zullen spawnen. En dat is eigenlijk dus zeg maar de... Oké, nou. Jij hebt me genoeg achterna gezeten. Ik word een beetje moe van jou. Sterf! Zonder Arnas ben je niks. Arnas? Zonder een Arnas. De H is te cool voor jou, weet ik veel. En de D is ook niet aanwezig. En nee, dat was geen HD-count. Never mind. Oké. Goed. Als je dit gedaan hebt... Dan krijg je hier een kistje. En in dat kistje zit... Oh mijn god, wat zal het wezen? Wat zal het zijn? De hookshot! En een item die we nog niet gehad hebben, maar eigenlijk pas heel erg laat pas in deze game tevoorschijn komt. Terwijl dat eigenlijk een van mijn favoriete items is. Dus, En ik had trouwens nog heel eventjes gekeken naar jullie inderdaad. Ik had een vraag gekregen van jullie van wat volgens mij de sterkste Link was. Dat soort dingen. Maar dat was dus eigenlijk gewoon een vraag van de game theory. Ik heb hem nou zitten kijken inderdaad. En dan ben ik het niet helemaal mee eens met dingen die hun hebben gezegd. Maar nou en. Ik bedoel... De Game Theory, ik vind het een grappig kanaal. Ik heb het nou inderdaad een paar zitten te kijken. Sommigen die vonden heel erg hilarisch hoe ze dat eigenlijk daar in elkaar geflanst hadden van hoe dat iets werkt. Wil jij alsjeblieft uit die hoek gaan? Of hoe diep dat ze in sommige... Hun gaan echt zo extreem diep in sommige details. Ik bedoel, serieus, meetkunde gooien ze erin. Ze gooien er echt van alles in. Echt, je kunt er zo gek niet bedenken of hun gooien het er wel in. Ik had laatst een videootje van hun zitten te kijken hoe dodelijk is een bullet bill. Nou, absoluut dus niet. Oké, zou je wel zeg maar meesleuren, maar omdat hij zo langzaam verplaatst. Ik bedoel, als hij inderdaad een grote snelheid zou hebben, dan is het net alsof dat je raakt wordt door een trein. Maar inderdaad, de bullet bills zijn zo extreem langzaam. Dan denk ik bij mij, ja. Maar ja, aan de andere kant kun je ook doodgaan door een Goomba. Dus heel die theorie die slaat helemaal nergens op. Maar inderdaad, in theorie, want hey, it's just a theory, a game theory. Is het inderdaad nogal een beetje onzin. Eerlijk is eerlijk. Goed, ik zie een heel mooi kistje daar in de verte, dus daar wil ik nou heel eventjes naartoe. Wee! Ik play this op de Wii U! Volgens mij was dit kistje niet echt zo boeiend. Volgens mij was dit, Nee, dat kan niet. Nee, dit is niet zo'n ding. Ik bedoel, het is wel eentje die zijn eigen... Volgens mij was dit gewoon de Camp S! Ja hoor, het is de Camp S! Weer een item die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Oké, nou, en nou heb ik weer net mijn Iron Boots weggehaald. En die heb ik hier eigenlijk nodig. Nog steeds zo vervelend dat je maar 3 items nikkerde. Ik bedoel, je hebt... Ah! Jouw schuld!
Oh, trouwens, wat ik eigenlijk nog niet heb kunnen mentionen. Op het moment dat je dus zeg maar die sidequest hebt gedaan van de Golden... Of nog niet hebt gedaan van de Golden Feathers... Hier kun je ze ook farmen. Denk maar eventjes. Sterf. En ik had trouwens nog een reactie binnengekregen. Ik weet niet even uit het hoofd van wie. Nogmaals, ik lees 99% van alle reacties. Dus er kan wel eens een reactie tussen zitten die ik helaas vergeet. Maar ik probeer dus echt zeg maar alle reacties te lezen. En ik had dus een reactie gekregen over die sidequest op Windfall. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren. Maar er was dus zeg maar een sidequest op Windfall waar je nou dus zeg maar een treasure map van kreeg. En ik wist niet zeker of die ook in de GameCube versie was. En dankzij jullie heb ik dus geleerd dat die inderdaad wel in de GameCube versie zit. Alleen in de GameCube versie krijg je dus in plaats van een treasure chart krijg je 15 rubies geloof ik. Dus hij zit er wel, maar dus zeg maar op een andere manier. Dus ja, ik krijg er een andere reward voor. Dus in de GameCube versie heb ik hem nooit laten zien. Toen ik een Engelse let's play ervan deed. En dat had eigenlijk de reden zeg maar tot ik voor alle treasure charts ging. En voor alle pieces of hearts. Net zoals in deze let's play. Maar ja, op dat punt zat er dus zeg maar helemaal niks wat dus echt maar van waarde was. Wat betreft een piece of heart of een treasure chart of een item dat je dus zeg maar nodig zou hebben. Dus vandaar dat ik dus niet zeker wist of die in de, in de GameCube versie al zat. Dus heel erg bedankt voor die reactie daarvoor. Daar ben ik echt blij om. Zo leer ik ook nog wat eigenlijk van de let's plays die ik doe. Want ja, ik weet ook niet echt 100% alles. Oké, okay, nou, dan hebben we hier weer zo'n flame ding, sterf. Dus maar ja, dan weten jullie eigenlijk nog steeds niet echt wat mijn minst favoriete tempel is in deze let, of in deze game. Want elke dungeon heeft dus zeg maar echt, ja, je weet het wat de voet momentje. Maar wat is nou eigenlijk mijn minst favoriete dungeon in deze let's play? Dat is natuurlijk best wel iets wat je zou willen weten, neem ik aan. Dus ik heb niet echt zeg maar een dungeon waarvan ik zeg van gadverdamme, daar heb ik nou echt geen zin in. Dus om heel eerlijk te zijn, moet ik, ja, welke dungeon, ja, moet ik heel eventjes over nadenken. Ik bedoel, er zijn niet echt veel dungeons om, serieus, nou nog Joy Pendants? Donder op met je Joy Pendants. Oh, even een grappig feitje, voordat ik dat helemaal vergeet te mentionen. Op het moment dat je Makar vasthoudt en van een cliff afspringt, Makar is niet... heeft niet genoeg kracht in zijn vleugel-ish dinges. Om dus zeg maar jou over iets te gliden. Dus op het moment dat je het verkeerde knopje indrukt. Ik zie jullie boven. Trouwens, ik heb een veel beter idee. Makar, kom eens eventjes hier. Nou, kom op! Het is een viernummerig deuntje. Zo moeilijk kan het niet zijn. Op het moment zeg maar, dat je een cliff afspringt en je hebt elkaar vast, dan val je net zoals onder een baksteen. Want elkaar gaat dan niet vliegen, want dan kan hij zelf niet. Hij heeft alleen maar zo'n klein propelletje en dan kan hij heel weinig mee. Nadat we hier toch beneden zijn gevallen, kunnen we eigenlijk net zo goed gelijk hier elkaar gebruiken. Om eventjes dit hier te activeren. En volgens mij activeert het niet echt iets heel speciaals. Toch wel! Oké! Okay. Nou, dit is eigenlijk best wel handig. Nou weet ik niet eigenlijk of we daar op boven eigenlijk al helemaal naartoe kunnen. Omdat we hebben nog een andere gang om te gaan nadat we elkaar bevrijd hebben. Dus mag ik heel even propellerwind? Want dan gaan we dus een stuk sneller omhoog. Wat jullie zo zullen zien. Nee, doet het niet. Ik kan er niet in komen zo. Maar wel. Jawel! Alleen ik kom niet hoog genoeg. Mag ik heel eventjes hier een kleine pauze? Dankjewel. En dan gaan we hier weer vliegen, want dan gaat die propeller zo weer beginnen. Komt tenminste heel erg hoog uit. Dat is de bedoeling. Volgens mij wou ik... Mijn batterij van mijn propeller is leeg. Ik snap nog steeds niet waarom dat hun een propellerbatterij hebben of zo. Maar goed. Nadat dit ding dus geactiveerd is, kunnen we erin springen. En kunnen we dus zeg maar onze Deku Leaf gebruiken. En dan kunnen we dus ook zeg maar gelijk zo hoog komen. Waardoor dat we dus zeg maar een goed voordeel hier hebben. Nou weet ik uit mijn hoofd dat hier een kistje zit. Volgens mij alleen maar weer met een onzin reward. Nee, ik wil geen fall damage. Neem ik nog fall damage. Ja, yep, weer een joy pendant. Weer die onzin. Oké, nou eventjes mijn magie al eventjes herstellen. Dat is natuurlijk wel heel erg handig.
Want ik weet dat je hierboven zeg maar iets van een sleutel of zoiets moest halen. Want je kunt dan zeg maar weer terug naar die ene kamer en naar die andere kamer. En heel erg... Of hier zat de Boski. Eén van die twee. De Boski die zat daar beneden. Ik weet niet nog precies. Oké, ik ga heel eventjes die propeller gebruiken. Daar zit op dit moment nog niet echt iets boeiends waar we naartoe kunnen. Dus... Ik wil geen fall damage. Ik wil geen fall damage. Zo herstel je... Of zo kom je dus zeg maar zonder fall damage. Oké, wat is dat hier? Oké, het is een kamer waar mijn car heel erg veel geraakt kan worden. Ik hou van deze kamer. Oh, mijn car. Ik haat je. Oké. Nee, ik wil geen vuurpijlen gebruiken. Oké, nou, jullie zijn allemaal stil. Kan ik jullie allemaal weer eventjes keihard hard in de bib slaan? Jullie krijgen billenkoek van... Oké. Ik denk dat dit eigenlijk zeg maar de mini stalfos dan moet voorstellen of zoiets. Maar ja, stalfos zijn eigenlijk normaal gesproken de... Ik kan jou niet raken! Oh, toch wel. Net op tijd. Maar stalfos die zijn eigenlijk normaal gesproken, zover dat ik weet, altijd eigenlijk een beetje de skeletten vijanden geweest. Maar ja, die heb je hier niet echt, dus... Oh, nee! Nee, je gaat me nou toch niet vertellen dat al die moeite om hier naar boven toe te komen... Wordt gedaan voor een joy pendant. Echt serieus. Ach, gelukkig. Ik zie het spel gewoon doen. Dat is het ergste. Oké, nou, mijn car. Jij gaat eventjes hier naartoe. Want we hadden namelijk nog een deur gezien waar dat we jouw muziekinstrument... Waarom mag ik gewoon niet jouw muziekinstrument eigenlijk afjatten en dan zelf gewoon die deuntjes spelen? Ik bedoel, serieus, zo moeilijk kan het niet zijn. Oké, even kijken. Daar moet ik heen. Handig dat je dit zo zeg maar kan doen. Ik heb... I am the god of wind. Of iets in die trend. Ik moet mijn bommetje hebben. Hier, heb mijn bom. Jij ook één? Alsjeblieft dan. Ik bedoel, jullie hebben honger. Jullie willen een bommetje. En dan blazen jullie jezelf op. Ik vind het best. Nou, volgens mij was het die deur. Tenminste, dat weet ik wel bijna zeker. Even kijken hoor. Zoals jullie zien, ik let niet echt op welke kleur dat ik raak. Als ik maar eigenlijk gewoon iets krijg, dan ben ik al tevreden over. Dus ja, die dingen die hebben dus hun eigen speciale kleur. Oké, nou. Kleine wijziging trouwens in de HD-versie. Op het moment dat je elkaar, zeg maar, of als je de melodie... Ik weet niet of ik het al verteld heb. Maar op het moment zeg maar dat je de melodie gebruikt... Oh boy, dit gaat verkeerd aflopen. Dit gaat verkeerd aflopen. Ik bedoel, de batterij is leeg. Dus ik kan niet meer op A drukken. Oké. Het werkt. Even kijken hoor. Volgens mij moet ik aan de andere kant zijn. Daar moet ik zijn. Dus nee, ik weet niet of ik het al eerder heb uitgelegd. Maar op het moment dat je dus zeg maar een nummertje hebt gespeeld op de windweker... En je moet dat nummertje nog een keer spelen... Dan in plaats van dat je dus zeg maar weer heel dat die cutscene krijgt dat je dat nummer aan het spelen bent. Hebben ze dus nou zeg maar gedaan dat je automatisch al gelijk. Nee, dat wil ik niet, 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 dat wil ik niet. Oké, blijf nou even blazen, blijf blazen, blijf blazen, blijf blazen, blijf blazen, blijf blazen, blijf... Nee! Nou ja, ik ben er bijna, ben er bijna. Wil jij alsjeblieft ontdonderen? Dank je. Goed, Magar, luister. Jij moet meekomen nu. Want als we dus zeg maar dit nou hier doen. Hier, raak mijn car. Vind ik leuk. Oké, dan krijg ik... Krijg een pijl in je smikkel. Je raakte mij in plaats van mijn car. Nou hebben we een probleem. Nou hebben we ruzie. Sterf. Nou, magie is wel handig. Ik had bijna geen magie meer. Oh. Oké, dan gaan we hier naar beneden. Want dan zitten die... Pas erop. Ik ben zo niet in de mood voor dit soort shenanigans. Echt niet. Oké, nou. Even hier Deku Leaf gebruiken. Moet ik hem weer gebruiken. Hey. Handjes thuis, hè. Wat je doen. Dat het een hand is. Ja, sorry. Oké, nou. Moeten we hier omhoog. En... Ik ben er zo moe van. Kijk, hier hebben we dus zeg maar dat...
Hier hebben we dus zeg maar dat, die stenen pilaar zeg maar, waar we dus Makar voor nodig hebben. Dus vandaar dat we dus nou hier Makar mee wouden nemen. Oké, nou. Eventjes magie erbij pakken. Want het enige wat we nog nodig hebben is de boskey en... Wacht eventjes, loopt die kamer niet naar de bos? Ik gebruik een map! Nee, loop niet naar de bos. Oké. Ik bedoel, soms dan loop ik wel eens eigenlijk helemaal de verkeerde kant op. En dat is eigenlijk niet echt handig. Dus, oké. Nou, ik ben weer eventjes stil. Oké. Hoe durf je mij nou nog stiekem nog te raken ook? Hier, heb een pijl in je gezicht. Makar, jij gaat even mee. Als ik me niet vergis, is deze kamer... De kamer, zeg maar, waar dat de... Boskie zich bevindt. Oké, nou. Wopsakee. Hoezo raakt ik dan? Uh-oh. Danger zone. Oké. Komt u maar. Hoppakee. Hij wil ruzie. Hey, dat is niet eerlijk. Ik zat in die animatie. Oké. Auw. Ik heb nog maar 2 hartjes. Dat is niet lief. Maar ik weiger om een potion nou nog te gaan gebruiken. En toen was je arm kwijt. En nou zul je ook sterven. Ook. Oké, nou je bent je armen kwijt. Voordat je je swing kon doen, heb ik je geslagen. Die pijn, hè? Oké. Hi. Is die andere nou nog niet dood? Jeez. Sterf. Ik bedoel, ik weet dat ik geen hartjes kan krijgen, maar jeez, serieus, man. Oké, nou ik denk toch dat ik even Grandma's potion ga gebruiken, want... Dit kan nogal anders een issue worden. Ik moet wel zeggen dat ik deze dungeon, dat ik hier langer mee bezig ben als de Ur Temple. Ik bedoel, we zitten nou bijna op 18 minuten, geloof ik. Dus even kijken hoor, want ja, hier hebben we dus zeg maar... Boskie, ik ga gewoon voor de Boskie. Ik moet het nou goed zeggen. Ik denk de hele tijd Bikkie, maar ik zeg naar Boskie. Waarom? Waarom heet het de Bikkie? Het maakt geen grote kistjes open. Ik bedoel, in de Legend of Zelda A Link to the Past... Daar heb je ook, zeg maar, zo'n key. Auw. Het is maar goed dat ik Grandma's Potion nog niet heb gebruikt. Hier, heb een pijl daar in smikkel. Oké, nou eventjes... Oma Soep. Ik ben zo blij met Oma Soep. Ook al is hij super overpowered. Maakt niet echt zoveel uit, maar... Blop. Ik bedoel, het herstelt je magie. Het geeft je dubbele aanvalskracht. Het herstelt al je hartjes. Je kunt het 2 keer gebruiken. En als het op is, kun je, wanneer dat je maar wil, een hervulling krijgen. En dat kost nog niet eens rubies. Rupie. Oké. Ik was hier bijna trouwens een kistje vergeten. Hier zit een kistje met gratis. Juist. Het liefste zou ik hem willen vergeten. Oké, nou, er zijn hier zeg maar, er is hier nog 1 treasure chart die we dus zeg maar nog moeten halen. Dus die is heel erg belangrijk dat we die niet vergeten. Maar ja, we hebben ook nou nog een sleutel erbij gekregen. Dus wat we willen doen, is we willen hier elkaar naar beneden gooien. En als je elkaar zeg maar gooit, dan valt hij ook als een bak. Ik dacht dat hij zo'n ballen. Doet hij niet. Maakt niet uit, die roepen we dadelijk wel terug. Het is wat we willen doen, dus we willen hier nou naar beneden toe gaan. En ik hoef er eventjes. En ik val weer. En ik hoef er weer. En ik val weer. En ik hoef er weer. En ik val weer. Want hier zit dus zeg maar nog een deur op slot. En die zit even kijken. Die zit hier ergens. Waar zit je? Waar zit hier nog een deur op slot? Nee? Eens even kijken op de map. Waar zit dat hier? Oh ja, dat is lager. Dus
dan moet... Oh, daar zit... Oh ja, we moeten nou naar die ene kaart. Oh, ik weet al waar we weer naartoe moeten. Mijn fout. Mijn Zelda Play, je zei dat je nooit de map eigenlijk gebruikt. Ik loog. Nou, hey, Makar! Wat sta je er daar toch gezellig bij? Weten jullie nog die kamer waar dat... Makar zeg maar aangevallen werd door die beestjes? Dat is de kamer waar we nou eigenlijk naartoe moeten. Dus ik moet heel even... Naar beneden. Hoppakee. Hier moeten we wezen. En er zit hier dus zeg maar ook nog eens een keer een warp die we heel eventjes kunnen activeren. Zo. Maar we willen eventjes hier Makar even bijhalen. Want, nou, volgens mij hebben we Makar nodig. Ik weet het niet zeker. Hoe vaak ga ik nou nog dit nummer fout doen? Hallo. Tuurlijk stopt die wind ermee op het moment dat ik hier ben. Nee, weet je wat? Go. Oké, even kijken welke richting dat het is. Daar? Nee. Daar dan. Ik denk dat het daar is. Uh-oh, mijn kar gaat vallen. Nou ja, je was bijna. Je was bijna op eigen houtje gekomen. Oké. Waar sta ik dan? Ik sta daar. Dat is toch de plek waar ik heen moet. Geen wind. Ik heb geen zin om de lucht in gelanceerd te worden op dit moment. Volgens mij was deze kamer dat... Toch? Oh nee, het is deze kamer helemaal niet. Want hier heb ik die switch gedaan waardoor dat het ding open ging. Doei, ik moet naar die kamer toe. Mijn fout. Ik moet hier helemaal naartoe. Oh, jullie zaten waarschijnlijk te schreeuwen van Zelda Play. Wat doe je nu? Falen. Voor nou... Oh. Jesus. Ik kan ook niks goed doen in deze tempel. Verschrikkelijk gewoon. Oké, nou. Ik wil geen wind. Ik wil gewoon heel erg origineel die kant op. Meer wil ik niet. Makkelijker kan dat niet. Oké. Makar. Kom, dan ga je eens even. Nou, in deze kamer. Swing. Daar hebben we nou vijandjes. En die steek ik in de fik. Hou je mond. Ik weet dat je de hoekschot daarop kan gebruiken. Ik ben niet dom. Oh. Dat is dus een van de voordelen van de hookshot. Daarom konden we bij sommige dingen zeg maar niet naar diverse dungeons of zo. Omdat wij hadden nog zeg maar niet de kracht van de hookshot. Waardoor dat we dus zeg maar op hogere plekken konden komen op sommige eilanden. Dus daarom was de hookshot eigenlijk cruciaal. Oh, voor de mensen die willen weten. Ja, die wallmasters, die zijn nu weg. Daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Goed, nou, ik pak hier heel eventjes in magie. Makar, kun je ook heel eventjes komen? In één keer goed! Ja! Goh, ik krijg toch iets voor elkaar in deze aflevering. Hoe is het mogelijk? Dus, maar ja, aangezien dat we dus al over de 20 minuten heen zitten, denk ik dat ik het hierbij ga laten. En in de volgende aflevering hoop ik dan, zeg maar, deze hele dungeon dus voor elkaar te gaan krijgen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Wil je gewoon iets anders kwijt in de reacties? Dat kan natuurlijk ook. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie morgen weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Legend of Zelda Wind Waker in HD. Tot dan, jongens.